echt serieus. Let's get real. Ik zal het er maar uitgooien. Gaat het dit weer blijven eigenlijk? Zo, daar zijn we dan. Voor de allereerste keer buiten. Ja. Wow. Ik moet nog even leren hoor. Een beetje vloggen met de kinderwagen erbij. It's been a freaky kind of day. I can see you talking. Could be ancient Latin verbs. I'm concerned. Freaky kind of day. Eerste pitstop. Ik heb een bankje gevonden. Oh ja, dat vindt hij eng, het water. Nee, dat wij te ver uit elkaar zijn. Oh, echt? Ah. Oh. Dexy wil altijd de roedel bij elkaar houden. Als er ook maar iemand van ons gezinnetje uit het zicht raakt. Oeh, dat is zo eng. Dit is een lekker bankje hier. Hoe erg treffen wij het? De eerste dag met Jax naar buiten en het is 20 graden. Yola die is op een kinderfeestje, dus we moeten naar de supermarkt. Alle geboortekaartjes posten. En dan binnen een uur moeten we weer terug zijn, dus we moeten hier niet te lang blijven chillen. Ja, toch geen kwaad. Oeh, lekker hè? Ja. Yeah. Kijk dan. I love my dad, very much. Zo, nog even de laatste zegeltjes erop. Ja, ja, joh. Dat moet gebeuren. Bus, en dan mogen we ze allemaal sorteren. Ja, oh ja, ook dat nog. En dan links en rechts in de bus. Je hebt zeker niet gekeken? Nee, ik wist niet, want volgens mij stond daar Frankrijk. Ah, en er was er één. Nou, dus die hebben we al drie gegooid, want Frankrijk was. Met één zegel. Oh. Ja, die is die komt terug. Ja. Ik ga trouwens dit wegwerken. Want het schijnt heel erg goed te zijn wanneer je veel bloed verloren bent. Om je ijzertekort weer een beetje aan te sterken. Dus dat ga ik zeker doen. Zo, hallo, goedemorgen. Het is zondag, hoor je dat? Ik zit gewoon te kolven. Zonder dat ik een kolf tegen mijn borst aan hoef te drukken. Hoe relaxed is dat? Dus ik kan gewoon achter de computer zitten. Op mijn favoriete plekje gewoon editen of filmpjes kijken. En heb ik mijn mama theetje erbij. Dit is echt perfect. Deze kolf gaat ook mega snel. Het was eventjes een beetje uitvinden voor mezelf wat nou het handigst was. Maar uiteindelijk is dit hem geworden. Dit is echt... Ik had van de week al een keertje laten zien dat ik hem uitpakte. Beetje ranzig misschien, dat je het melk erin ziet komen. Maar goed. Dit is van Difrax. En die heeft dus een soort cup, die doe je in je BH. En dan ja, komt dit gewoon onder je shirt vandaan. En, ook nog heel erg vet, je kunt ook nog batterijen erin doen. Dus je zou in principe gewoon met dit lekkere weer op een terrasje kunnen zitten. En kunnen kolven. Dat doe ik dan maar niet. Ik heb echt heel slecht geslapen weer. Echt serieus, let's get real. Ik zal het er maar uitgooien. Ik heb de afgelopen anderhalve week, denk ik, max per nacht 4 uur geslapen. Dus steeds slaapt hij max in de nacht 3 uur. En dan ben ik echt super blij als hij 3 uur heeft geslapen. Maar hij heeft ook soms dat hij gewoon een uur lang alleen maar aan het huilen is. Vanwege de darmkrampjes. En dan gaat hij met zijn beentjes spartelen. Super zielig. Vannacht hadden we even zo'n momentje van we gaan hem gewoon even laten. Maar dat hou ik gewoon echt niet vol. Ik kan dat niet. Mijn moederinstinct wil hem gewoon pakken. Verbaas me er echt over. Serieus. Hoe... je gewoon levend kan blijven en gewoon elke ochtend toch weer energie genoeg hebt om gewoon eruit te gaan, te douchen, alles te doen. Ja, het verbaast me echt dat dat allemaal gewoon nog gaat. Ik ben eigenlijk helemaal niet echt super, super moe. Het is een soort roes of zo waar ik in zit. En elke keer als ik naar hem kijk, zit ik helemaal in de hemel. En dan in de nacht, als hij huilt en ik kan niet slapen, dan begin ik ook echt te huilen van ik wil slapen. Maar het is nog niet zo dat ik echt denk van, ik weet niet meer waar ik het moet zoeken. Dus, al met al best goed. Oh, en trouwens, waarom ik zit te kolven, vergeet ik helemaal te vertellen. Omdat ik dus nog steeds mega
mega veel tepelkloven heb. Dus de stuwingsproblemen zijn allemaal weg. Mijn borsten zijn zacht. Voeding is goed aangemaakt. Alles gaat goed. Maar het aanleggen doet zo'n pijn af en toe nog door de kloven. Dat het, dat het niet echt fijn is. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat er vrouwen zijn in deze periode. Die denken van ik ben echt klaar met de borstvoeding. Want dan heb je al die dingen gehad. Het opstarten, het opwekken, aanmaken, stuwingen. En dan krijg je ook nog eens die kloven erachteraan. Nou, dat is echt, soms moet je echt op je tanden om door te zetten met die borstvoeding. Ik heb nu van die hydro pads-achtige dingen. Dit, dat plak je dan op je borst. En dat zorgt ervoor dat er ten eerste geen bacteriën in de wond komen. Maar ook dat de wond niet steeds hard wordt en korstjes worden. Want dan krijg je verstoppingen en dan kan je dus borstontsteking krijgen. Of het gaat nog meer zeer doen omdat het steeds weer opengezogen moet worden. Dus ja, die pads zijn op dit moment even een oplossing voor mij. Ze blijven maar een paar dagen goed, helaas. Dus ik heb gisteren alweer even nieuwe besteld. Hebben jullie ook ervaring met tepelkloven? Jack's tweede dag buiten. Hij ligt er lekker comfortabel bij. Kijk Bart maar. Met zijn biertje. Gaat het dit weer blijven eigenlijk? Kom, Dexie en ik ga naar het kruisje. Ja, doei! Doei! Dexie, kom maar! Ja!